Him for the Weekend. Let Me Entertain You van Robbie Williams op RN7. En entertainer gaan we je het komende uur nog flink. Nou, om te beginnen, ik vind dat jullie accent... Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik ben blij dat het accent weg is. Ja, dat snap ik. Je moet ik altijd ook positief beginnen met feedback geven. Nou, dan ben ik blij dat hij weg is. Nee, voor duidelijkheid. Dominique en ik, wij moesten allebei 20 minuten lang met een accent praten door de Dilemma Plus. Precies. Jij had straattaal, ik had Frans en dat is inderdaad er voorbij. Ja, mijn opdracht was om binnen 20 minuten een gedichtje te schrijven voor degene rechts van mij. Dus dat ben jij, Miguel. Ja, wacht. Ik had 2 zinnen opgeschreven, wat vrij karig is voor een gedicht. Maar net toen we even pauze aan het houden waren, toen had ik zomaar uit de losse pols iets anders. Met dank aan Dominique voor de ingeving. Maar ik weet niet of ik hem vergeten ben. Roos. Nee, wacht even. Oh. Oké. Rozen zijn rood. Ik ben blij dat je er bent. Gelukkig zijn we af van dat lelijke Franse accent. Nou, het is iets anders dan ik had gepland, maar ik vind hem alsnog wel mooi. Ik vind hem top. Ik vind hem ook mooi. Dankjewel, Rick. Goed, laten we maar op reis gaan in onze regio. Ja, zeker. In het buurtbeleid. Ik zoek iedere week een muziekgroep of band of iets dergelijks uit de regio. En die wil ik dan even belichten. En nu heb ik een bandje uit Nijmegen opgezocht. Een band die melancholische rockmuziek maakt. Een beetje dezelfde stijl als Radiohead en The National. Ik weet niet of jullie daar een beetje bekend mee zijn. Mm-hmm. Nou ja, met deze band ben ik vooral wel iets meer bekend. Oh, die ken je? Ja, ja. Zeker. Echt waar? Oh, wat leuk. Die zijn vrij bekend in Nijmegen. Ja, het gaat namelijk over de band De Hoepschrauber. De Schrauber. Ja. Het klinkt alsof ze nog iets oostelijker komen, maar... Hoe heet het? De Hoepschrauber. Nee, dat heet toch niet zo? Ja, dat heet echt zo. Met dat accent ook? Volgens mij waren die een tijdje terug, vorig jaar of zo, in het nieuws. Omdat zij, ik weet niet of dat gelukt is, maar omdat zij hun cd naar de maan of zo wilden sturen. Naar de maan? Ja. Nee, op de fysieke cd. NASA bellen en zo. Nee, daar heb ik ook helemaal niks van gezien, joh. Want, ja, er staat me heel vaak van bij. Want ook waarom ik ze heb uitgekozen, dat is niet omdat ze nieuwe muziek hebben uitgebracht. Maar ik las toevallig een interview op 3 voor 12 Gelderland. Waarin ze vertelden wat ze zo allemaal doen tijdens de coronalockdown. En dat het voor artiesten eigenlijk wel een hele deprimerende periode is. Want heel veel mensen die denken van, nou ja, je kunt toch wel een liedje schrijven over de huidige situatie. Maar dat wilden zij dus niet doen, want het was een beetje kazig. Dat gaan we niet doen. Nou ja, ze worden een beetje neerslachtig ervan eigenlijk. Ze zeggen zelf in dat interview, even kijken. Oh ja, wat zo moeilijk is aan deze pandemie, is dat mensen gaan denken dat wij muzikanten wel ontzettend creatief zijn nu we verplicht binnenzitten. Maar zo werkt het niet. Je kunt niet zeggen, nou schrijf maar eens even nieuwe nummers. Normaal gesproken wordt je creativiteit aangewakkerd door wat je in het dagelijks leven meemaakt. Maar tijdens deze pandemie maak je maar heel weinig mee. En toen ben ik dus gaan kijken van, nou ja, wat hebben ze dan allemaal uitgebracht. Er zit dus wel een nieuw album aan te komen, 25 juni. Ze zijn nu aan het kijken hoe ze dat kunnen gaan uitbrengen op een release en door een roosje of zo. Maar ja, er is nog helemaal niks van bekend en ook geen cd naar de maan. Dus ik heb maar wat uit het oude repertoire gepakt. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel een vette band. Het is inderdaad een beetje Radiohead-achtig. En als jij weet je een beetje ook wat voor een soort muziek ze dan maken? Een beetje Radiohead-achtig. Nou, zullen we gewoon gaan luisteren dan? Ja, ben benieuwd. Ja. Mijn belichting is uit Nijmegen gekomen. De Hoepschrauber. Dit is een nummer Kepler. Complete.
de hoepschrabben dus. En Kepler in het buurtbeleid. Ik heb eventjes opgezocht wat jij net zei, Rick. Mm-hmm. Jij zei dat ze een cd naar de maan hebben geschoten. En dat is ook zo. Ook dit album, Kepler. Praat ik onzin? Nee, zeker niet. Nee, dit album, Kepler, vernoemd naar de eerste ontdekte planeet waar misschien wel menselijk leven mogelijk is. Deze cd hebben ze naar de maan geschoten. Ja, dan vraag ik me wel af waarom dan niet naar die planeet. Maar goed, ja, dan zijn tenminste ook mensen die hem kunnen luisteren. Ja, en ik krijg ook nog een appje van iemand en ik vind het een beetje onduidelijk wat hij nou precies zegt. Maar hij zegt, een plaat, maakt niet uit, de groeten uit Zeeland. Die wil gewoon iets aanvragen en het maakt niet uit, dus. Groetjes... terug in ieder geval. Wel leuk dat je ook in Zeeland naar ons luistert. Ja, top. Heel leuk. Niet heel nuttig, maar wel leuk. Ja. Wil jij snel geld verdienen? Deel deze video met zoveel mogelijk mensen en klik op liken. Dan komt er geld later wel een keer. Of niet.